Welkom bij een nieuwe update van NEC. Deze week blikken we natuurlijk vooruit op de wedstrijd van zaterdag tegen Fortuna Sittard. We hebben met onze rotsende branding Ivan Marques gesproken. En we blikken nog even terug op de wedstrijd van Heerenveen. Ja, want het werd afgelopen zondag dus een gelijkspel 0-0 in Heerenveen. Ook nog tegen 10 man. Na de wedstrijd spraken wij onder andere met trainer Rogier Meijer. Uiteindelijk denk teleurgesteld met 0-0. Nou ja, als je kijkt naar het laatste half uur dat je met een overtal speelt, dan hoop je daar zeker meer uit te halen. Ik vond dat het ons in die fase ontbrak aan het tempo in de wedstrijd. Ik vond gaandeweg de eerste helft al dat er bij een aantal spelers wel vermoeidheid zichtbaar was. En uiteindelijk heeft het ook te maken met dat Heerenveen met 5 man achterop blijft spelen. Ja, dan moet je snel naar de zijkant, dan moet je overlappen, dan moet je naar de andere kant. Ja, en dat tempo konden we niet leveren. En uiteindelijk heb je 1 of 1,5 moment gehad om te scoren. En is dat niet gelukt en dan is het zoals het is. Dan zegt men, soms is het lastiger tegen 10 man dan tegen 11. Hoe kijk je daar tegenaan? Ja, dat snap ik wel. Ik denk dat het lastig was om er doorheen te komen. Ik denk dat we niet echt hele grote kansen hebben gecreëerd. En toen zij met 10 man waren. En ik denk dat we dat misschien niet goed hebben gedaan. Alleen voor het algemeen hebben we wel een goede wedstrijd gespeeld, vind ik. Ja, de speler die eigenlijk al punten heeft gepakt voor NEC dit seizoen is Ivan Marques achterin. Nick Rokers, die sprak met hem. Your passion for the game and also for the club. It's amazing to see. How did you get so much passion for this team? Because I feel in the beginning so much love for the fans. I feel love for the fans also. So I'm very happy to be here. I say many times. So yeah, I play like this. I like to play like this. So. Fortuna Sittard is coming tomorrow. The striker Burak Yılmaz. I think you know him. What do you expect of him? Yeah, good striker, very good. He played in the high level for many, many years. He's one of the top strikers here in Eredivisie. So I expect hard work tomorrow, a lot of duels with him, and yeah, we will see what's going to happen. You're not afraid of him? No, of course not. I want to play. And if I say Undo Stress, you said? Ivan Marques. Yes, very good. Thank you. Thank you, my friend. En dan de wedstrijd van aankomende zaterdag. Tegenstander is Fortuna Sittard in de Goffert. Die zullen toch wel met een goed gevoel richting de Goffert rijden. Waarom? Nou, de laatste keer dat ze hier speelden, dat was de laatste competitiewedstrijd. En toen wonnen ze met 1-0 hier en daardoor bleven ze in de Eredivisie. Maar goed, ze staan nu onderaan met 0 punten. En voor NEC is het belangrijk om thuis weer eens te winnen, toch? Ja, zeker. Volgens mij hebben we dit seizoen 1 verloren, 1 gelijk. Dus dat is wel fijn als een overwinning komt. Dan morgen Fortuna. Ja, veel problemen in de achtergrond daar. Heb je daar iets van meegekregen? Ja, hetzelfde als jullie. Ik bedoel, ik lees ook de stukken die voorbij komen. Ik zie ook wat er gebeurd is met de vorige trainer. Ik spreek Rodrigo nog wel af en toe. Dus ik weet wel een beetje dat het onrustig is. Alleen ja, morgen is voor hun een nieuwe kans om dat van zich af te spelen. Ja, ze hebben natuurlijk ook 0 punten. Misschien is dat ook een onderdeel van de onrust. Maakt het dat ook juist een hele lastige wedstrijd? Omdat zij wel heel gedreven natuurlijk zijn om die 3 punten eens een keer te pakken. Ja, ik weet niet of dat nou anders is dan als die ploeg 3 punten zou hebben. Dat weet ik niet. Daarom probeer ik ook te zeggen, wij moeten vooral naar onszelf kijken. En proberen die thuiswedstrijd te winnen. En op een manier wat wij graag willen. Ik denk dat jij wel heel content bent met de 3 achterin. Sillissen, Kramer en Marques. Nee, zeker. Ik denk dat het mooi om te zien is hoeveel energie zij erin leggen. En niet alleen op het veld, maar ook buiten het veld aan samenwerking. Aan met elkaar erover praten wat ze kunnen verbeteren. Ja. Ja, dat is alleen maar mooi als trainer en dat steekt ook de rest van de groep wel aan. Ja, en over Kramer gesproken, die is er niet bij. Dus ja. Die haakt af vanmorgen. Die kans is groter dan dat hij aanhaakt, ja. En voor de mensen die er wel weer bij zijn, Osama Tenane, die trainen vandaag weer volop mee. Ja, dus die is erbij en als hij erbij is, is de kans ook groot dat hij speelt. Ja, dit was hem dan weer, de update voor deze week. Fortuna Sittard, zaterdag de tegenstander dus voor NEC. Die wedstrijd is weer live te volgen op de radio bij RN7. De wedstrijd begint om 16:30. Wij zijn er volgende week weer met een update. Tot dan.